Aan het begin van het jaar keken we van Sunweb TV naar de verschillende organisaties, instellingen van de man Bigayari en van de man Odu in Ayardisi. Het waait verschrikkelijk lekker hier in Heuse Asiana, waar we praten met de leiding over het beleid voor 2023. Ze geeft ook aan wat ze allemaal willen realiseren en aan de andere kant praat ze ook over zeg maar de tekortkomingen van het tehuis. In het gesprek laat ze ook weten van 2020 wakker. En als u u kunt herinneren, dan had ze 2 jaren terug een oproep gedaan voor elkaar alle donateurs op de Atitapayoiste pressie. Voor Douansan Gide Bigisma voor Uno in Heuse Asiana. Heuse Asiana telt 250 bewoners. Amore Bigite Heus voor Akaraibisch gebied. En na Uno te huis. Uno Lekstranamang, Roko, Tranga voor Ai. Zit akondre en de stranaman dat de jaso bigisma voor uno zang uno mag vergeten. The zone of my call, hier o Lord and have mercy. My soul is lonely for the glory of you. Oh, hear, O Lord, and answer me. Every night before I sleep, I pray my soul to thee, or else I break that loneliness. Go when I away. Hear, O Lord, the sound of my call. Hear, O Lord, and have mercy. My soul is lonely for the glory of you, O hero Lord, and answer me. Het vorig jaar, 2022, is een soms bewogen jaar geweest. Overigens heel rustig en zoals het normaal gaat bij Asiana, altijd zijn we bezig geweest met aanvragen van donaties, want als je wil dat het goed gaat met deze groep, zoals u aangeeft, een vergeten groep. We proberen deze groep niet te vergeten, daarom ben ik altijd bezig om hulp te vragen voor deze groep. En zoals ik altijd zeg, het mag niet jokken, wanneer ik vraag, dan krijg ik. Toch? De donateurs geven als er gevraagd wordt. Dus al met al hebben we het vorig jaar afgesloten met een knalfeestje, ook door donateurs. Want de overheid heeft het niet om ons te geven. En wanneer we dan vragen aan donateurs, dat krijgen we wel. Dus het is toch wel goed verlopen. Zijn er hoogtepunten geweest in 2022? Ja. Helemaal op het einde van 2022 mag ik het blijde nieuws geven. U weet, er is altijd gevochten, gestreden voor herwaarderingen voor het personeel van Heuse Asiana. En het vorig jaar hebben we heel vaak aan tafel gezeten met het onderhandelingsorgaan samen met de bond, samen met het bestuur van Heuse Asiana. En het is gelukt die herwaarderingen door te drukken. Het is heel silent gegaan, niemand heeft het gehoord. Maar vandaag ga ik het zeggen, dat alvast een deel van mijn personeel van die herwaarderingen mag genieten. Ze zijn geherwaardeerd en ze hebben hun herwaardering gehad, TWK, tot mei 2020. Dus een deel was heel erg blij. Een deel, dus er zit nog een ander deel, denk ja, ik. Ja, want geleidelijk aan doen we het alfabetisch, want het is een hele grote groep. En beschikkingen maken en resoluties nemen een beetje tijd. Dus we hebben besloten om niet iedereen tegelijk te doen, maar beetje bij beetje. Behalve 2022 hebben we daarvoor ook een roep gehoord vanuit Asiana. En die roep heeft ervoor gezorgd dat meer mensen zijn gaan kijken naar, Asiana bestaat nog. En dat was toen u echt in de pers kwam en zei van,
ik kan het niet meer aan. Wat is er vanaf toen dan gebeurd naar vandaag? Vanaf toen heb ik netwerken opgebouwd. Er zijn heel veel mensen komen opdagen met hulp, van wie ik nu de nummers heb en gewoon even een belletje kan plegen van hey, kan ik zoiets krijgen en ik krijg het. Dus ik ga het nooit meer op zo'n manier doen voor haar. En ook de overheid kwijt zich nu beter van zijn taak, moet ik zeggen. Alhoewel het niet altijd genoeg is, maar we zijn tevreden met wat we krijgen. We zijn dankbaar met wat we krijgen. Tevreden gaan we nooit zijn, omdat het niet genoeg is. Maar we zijn dankbaar voor wat ze doen. Ik merk ook dat u toen had gesproken en toen de mensen ook kwamen, was ik hier. En er werd gelijk ook gesproken over aanpak van bepaalde units. Ik zie dat wat de zorg betreft, het is gaan verbeteren. Wat fourage betreft is het ook gaan verbeteren. De keuken draait nu een beetje beter. Maar hoe staat het met de andere zaken die gerealiseerd moesten worden toen al? Personeel, dat is nog steeds een heel groot probleem, omdat die nog niet is aangevuld sinds toen. Dus van het jaar zijn we gestart met dat punt van het aantrekken van het personeel, van nieuw personeel. Want het personeel dat we hier hebben gaat met pensioen, anderen gaan met overplaatsing en het wordt niet aangevuld. Waardoor het personeel dat er nu is eigenlijk oververmoeid en ziek wordt. Dat willen we niet langer en daarom gaan we hard vechten voor het aantrekken van nieuw personeel nu. De gebouwen die, want u zei toen ook dat bepaalde gebouwen moeten worden aangepakt, ja. Renovatie. Ja, dat is ook nog een probleem. We zijn bezig te kijken naar donateurs die ons daarmee willen helpen. Een van de problemen was ook de grote bomen. Die zijn intussen gesnoeid met medewerking van de Movina-beweging. We zijn nu bezig op te ruimen. Verder ook, ja, we hebben een gebouw daarachter, het geel gebouw. Helemaal deprolabel. Dus we kijken uit naar een buitenlandse donateur. Want alleen een buitenlandse donateur zou dat helemaal kunnen aanpakken voor ons. Want het is een hele grote hap. Het is echt een hele grote hap. Dit jaar is niet zo lang geleden begonnen. We zitten op de tweede week. En sowieso kijken we naar het bedrijfsleven, maar we kijken daarnaast ook naar instellingen zoals Huize Asiana. Hoe ziet het jaarprogramma eruit? Wat zijn de meest belangrijke dingen waarop de leiding zal focussen dit jaar? Sowieso is mijn focus op de senioren burger die hier zo zijn intrek neemt. Ze komen hier voor een kwalitatieve oude dag, dat wij ze die kunnen geven met goed voeding, goed onderdak. En eenmaal 24 uur goede zorg vooral. Dus daarop gaan we ons focussen. En dan vraag ik dan gelijk vanuit deze plek naar donateurs. Want Asiana kan het niet alleen. We zijn een stichting die resorteert onder het sociale zaken. Dus we hebben altijd zo'n, ik zou niet zeggen, een potima mentaliteit. Maar ja, we zijn altijd aan de lagere kant. Maar met behulp van de donateurs, ik vraag, vergeet u deze groep niet, want het is een groep die hard heeft gearbeid voor land en volk. En heeft gezorgd dat Suriname nu Suriname is. Nu hebben ze ons nodig. Nu hebben ze de jongeren van die nodig. Dus geeft u wat u kunt. Alle biertjes helpen. Hoeveel oudjes hebben we hier? We zijn het 50. Wauw. Jawel. We zijn het grootste bejaardentehuis van het Caribisch gebied. Zo. Jawel. Uw eigen ervaring. Hoe is het om leiding te geven aan het grootste tehuis in het Caribisch gebied? Het is een uitdaging. Zo wil ik het betitelen. Het is net een huishouding. Is een uitdaging. Het is net als je een huis gaat onderhouden, maar dan in het groot. Elke dag is anders. Elke dag is een ander probleem dat je moet oplossen. Een ander issue dat je moet helpen oplossen. En ik geniet ervan. Ik mag het wel zeggen. Natuurlijk, ik hoorde ook aan het begin van het jaar dat u een beetje ziek bent geworden. Is het oververmoeidheid? Oververmoeidheid, ja. Want ik had het bijzonder druk in december. Maar het lukt wel.
Beneath his wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day, all the way. He will take care of you. God will take care of you. En zo heeft u gehoord een van de seniorenburgers hier in huis, Asiana. Hiermee sluiten we ook dit deel af. U blijft kijken naar Sunweb TV voor meer. En natuurlijk kijken we niet alleen naar calamiteiten, maar we kijken ook naar de leuke dingen die gebeuren in Sweetie Stranang. Sunweb TV voor meer.